Grove of grote poriën op de huid zijn schoonheidsproblemen voor velen en kunnen ook bijdragen aan problemen zoals acne en meeeters, vooral voor mensen met een vette huid. Chemische crèmes hebben de neiging om een lange lijst met bijwerkingen bij zich te dragen. Als je een veilige alternatief wilt om de acne-littekens en poriën kwijt te raken, probeer dan deze slimme natuurlijke oplossing. Een hele goede dag, lieve kijkers. Dank jullie wel dat jullie weer mijn kanaal veganlounge.nl hebben bezocht. Mocht je geen abonnee zijn, abonneer je dan op mijn kanaal. Klik hieronder op de rode knop. En dan krijg je notificatie zodra ik weer een video heb geüpload. Prima, dan gaan we beginnen. Goed, ik heb hier alle ingrediënten voor het verwijderen van poriën en acne. Ik heb hier een kom, het maakt niet uit welke kom. Daarna heb ik suiker, ik heb coconutsuiker. Nou, suiker helpt om open of grote poriën op natuurlijke wijze te verminderen of te verwijderen. Om op een natuurlijke wijze van acne-littekens en hyperpigmentatie af te komen, voeg een theelepel citroensap toe met dit recept. Gebruik 1 eetlepel aloe vera gel van een tube of snijd een stukje van een plant als je die thuis hebt, om heel snel een heldere, verfrissende en vlekkeloze huid te krijgen. Rozenwater vervaagt op een natuurlijke wijze acne-littekens, donkere vlekken en pigmentvlekken. Het zal ook olie en vuil verwijderen dat zich ophoopt in de verstopte poriën. Je hebt maar 1 theelepeltje nodig. Als hulpmiddel heb je een wattenpad nodig. Maakt niet uit welke of welk merk. Daarna een theelepel en een scherpe mes. Nou, en dan gaan we zo beginnen. Goed, als eerste 1 theelepeltje suiker. Nogmaals, maakt niet uit welke suiker je gebruikt. En daarna 1 theelepeltje citroensap. Vers geperst natuurlijk. En daarna 1 theelepeltje rozenwater, biologisch en puur natuurlijk. Goed, ik heb een stukje eraf gesneden van mijn gigantische aloe vera plant. Nou, je hebt ongeveer zoiets nodig. Aan de zijkant haal je een stukje eraf. Je maakt een opening. En je gaat de vel of de schil voorzichtig eraf halen. Je haalt het bovenste eraf. En zoals je ziet, heel veel aloe vera gel druipt er van af. Nou, je gaat de schil voorzichtig eraf halen. En de aloe vera vruchtvlees er voorzichtig losmaken van de onderste vel. Mocht je geen plant thuis hebben, kun je gerust een tube gel, aloe vera gel, biologisch natuurlijk, kopen. En dan 1 eetlepeltje. Goed, dat was hem. Ik ga mijn aloe vera gel even prakken. En dan heb ik mijn mengseltje, mijn brouwseltje. Goed, brouwsel is klaar voor mijn gezicht. Nou, als eerste ga je je gezicht afspoelen. Ik gebruik mijn hand als, als voorbeeld. Dus de bedoeling is dat je je handen met lauw, of sorry, dat je je gezicht met lauw warm water spoelt. Het is belangrijk dat je de oliën op je gezicht en vuiligheid eraf spoelt. En natuurlijk netjes droog deppen met een zachte handdoek. Het is belangrijk voor je gezicht, altijd deppen. En daarna ga je met je watje de plekken op je gezicht, hè, waar de meeste acne zit en de meeste grote poriën, ga je lekker het brouwsel erop smeren. Nou, terwijl je smeert, ga je een klein beetje ook masseren. En doe zoveel mogelijk. Doe het liefst gewoon alles wat je gemaakt hebt. En lekker laag
op laag erop smeren. Totdat alles op is en jouw gezicht gewoon een glans heeft zoals je dat ziet op mijn handen. En dan laat je het 10 tot 15 minuten zitten. Goed, na 15 minuten of 10 minuten spoel je het brouwsel of het mengsel er weer af. Ook weer voorzichtig masseren terwijl je het afspoelt. En je zult tijdens het afspoelen ook merken dat je huid, dat je gezichtshuid wat zachter, wat fluweler aanvoelt. En je zult ook meteen het verschil merken als je in de spiegel kijkt, dat de poriën ietsjes minder worden. Prima, dan ga je weer je gezicht droog deppen met een zachte handdoek. Heel belangrijk, altijd deppen. En je zult natuurlijk merken na de behandeling dat je gezicht er wat fijner uitziet. De poriën ietsjes minder, de littekens van je acne ook wat minder. Het is heel erg effectief. Prima, dat was de brouwsel en de behandeling. Naast deze geweldige en natuurlijke gezichtsbehandeling is het wel belangrijk dat je dagelijks je gezicht reinigt met water en natuurlijke gezichtsgel of schuim. 'S Ochtends na het wakker worden en 's avonds voor het slapen gaan. Draag je make-up? Dan eerst je make-up met gezichtsdoekjes schoonmaken. Gebruik na het wassen en drogen van je gezicht vegan gezichtsserum en gezichtscreme. Krijg de juiste advies voor een passende crème voor je huid. Vonden jullie deze video nuttig? Geef dan een duimpje omhoog. Deel de video met vrienden, familie en kennissen. Ben je nog geen abonnee? Abonneer dan op veganlounge.nl.